Vandaag ga ik jullie voorlezen het tweede deel van de Nederlandse versie De Nieuwe Kleren van de Keizer, een metafoor. In het eerste deel heb ik het sprookje voorgelezen. Nu volgt wat ik bedoel met het presenteren ervan als metafoor. Wanneer je op eigen houtje informatie verzamelt, kan je je eigen mening gaan vormen dankzij een mix van feiten en ervaringen in het echte leven die gedeeld worden online of in ontmoetingen met echte mensen in het leven, levende lijf, oog in oog, oor in oor. We kunnen maar beter zorgen voor zelfbestuur waar het om geïnformeerd zijn gaat en levenskwaliteit, ontwikkeling van leven, eigen leven, natuur en gezondheid, fysiek en geestelijk. Ik weet zeker dat er goedwillende mensen zijn in alle takken van levenssport, ook in de medische wereld. Dokters, verplegers, in ziekenhuizen, bij bezoek aan huis, artsen in hun praktijk, begeleiders van diegenen die lijden door depressie en andere aandoeningen. Dit sprookje, De Nieuwe Kleren van de Keizer, dat ik kies als weergave van de pandemie, dat ons allemaal op een ongewone manier beïnvloedt, wereldwijd, is in mijn ogen net zo absurd als humoristisch. Een wijze les wanneer je dat zo wilt zien. Het zet onze wereld op zijn kop, de media in een razernij, met controle over zogenaamde sociale media en discussieplatforms. Wanneer kwamen termen als fake news en false flag event of Black Lives Matter en sensationalism tevoorschijn in de journalistieke wereld? Wie van ons heeft het ooit eerder meegemaakt dat het niet toegestaan werd om afscheid te nemen van een stervende echtgenoot, een moeder, vader, broer of zus of vriend? Psychologische oorlogsvoering is aanwijsbaar in eerdere wereldwijde gebeurtenissen die ons bestaan deden schudden. De stijl en uitvoering ervan wordt subtieler, zoals ik het zie. Een programma van verdeel en heers. Althans, voordat ik te veel in zwart-wit ga zitten, misschien is het en. Waar ziekmakers als dit griepvirus opduiken als natuurlijk verschijnsel. Als signaal van onbalans. Waarbij er veel uit balans is met onze gezondheid in het algemeen. En ook vaak in onze leefomstandigheden, onze leefstijl. Waarbij wellicht degene die ik wel eens aanduid als de Wizards of Oz daar gebruik van hebben gemaakt om condities zo te manoeuvreren dat het lijkt of het belang van de mensheid, jou en mijn belang, hen voor ogen staat. Zijn we gehypnotiseerd door een luchtspiegeling? Zijn we verblind door een sluier die onze ogen bedekt? Aan welke kant van het slagveld we ook staan, in feite wil niemand zijn gezicht verliezen en doen alsof hij of zij ziet wat er niet is. Het lijkt erop dat wanneer een bepaald aantal van onze wereldbevolking zich bij deze schijn voegt, die schijnvertoning op een vreemde manier zichzelf waarmaakt. Een gedeeld fatamorgana? Ieder van ons ziet wat we verwachten te zien, een eeuwigdurende zelfvervulling profetie, die is als een gordiaanse knoop, wachtend op een zwaar dat het in tweeën klieft. In hoeverre kunnen we onszelf observeren? In hoeverre brengen we zelfreflectie in praktijk? Hier is een verslag uit het Katshuis, 6 december 2020. Vaccinatie extra. Medisch inhoudelijke kritische stappen. Wat doet het vaccin? Visie van Jaap van Dissel, hoofd van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op dit moment is nog niet bekend of de vaccins alleen beschermen tegen de ziekte en zo ja welke manifestatie van ziekte of ook tegen het overdragen van het virus. Jaap van Dissels antwoorden op vragen. Vraag. Een 95% effect is niet per definitie 95% bescherming? Antwoord. De effectiviteit zegt iets over de verhouding van het aantal gevallen in de gevaccineerde versus de controlegroep. Het is geen individuele garantie op bescherming na blootstelling.
Vraag: hoe effectief is de toepassing in de praktijk? Antwoord: een vaccin dat alleen beschermt tegen ziekte kan de uitbraak en of sterfte initieel doen toenemen. Een vaccin dat 2 maal toegediend moet worden is in dit opzicht meer riskant. Vraag: wie krijgt welk vaccin? Antwoord: niet alle vaccins zijn waarschijnlijk even geschikt voor alle doelgroepen. Levend verzwakte versus subunit of mRNA vaccins is een individuele keuze mogelijk. Vraag: ICT, ten bate van evaluatie en veiligheid. Sorry, ik weet even niet wat ICT betekent. Antwoord: continue evaluatie van effecten van vaccinatie op rondgaand virus is absoluut gewenst, evenzo vanuit oogpunt eventuele bijwerkingen. Vraag: vaccins kunnen verschillen in eigenschappen, zijn ze uitwisselbaar? Zijn koppelingen met bestaande registratiesystemen van professionals essentieel? Kortom, vaccins zijn een triomf voor de wetenschap, maar moeten zich nog vertalen naar triomf voor de publieke gezondheid. Persoonlijk vind ik dit laatste een veelzeggende uitspraak. Nu vervolg ik met mijn eigen woorden. Als je terugkijkt in de geschiedenis van klokkenluiders en onthullingen van onwaarheden, fraude en misdaad in allerlei andere vormen, dan is de volgende strategie altijd te ontdekken. Eerst zijpelt de waarheid langzaam door en bereikt diegenen die op die ontdekkingsweg aan het werk zijn. De verkenners van konijnenholen, zo gezegd. Rabbit holes. Dat kan een flink labyrint zijn en je kunt er ook in verdwalen. Dat even terzijde. Dan volgt er een hoop gekrakeel in de schuldige kringen om dat toe te dekken als het harder gaat doorcijpelen. Met andere woorden, de ratten rennen dol op het zinkend schip rond. Dat toedekken gebeurt met toepassing van tactieken die tot twijfel, verwarring en verdeling moeten leiden onder de kennisverzamelaars en de vorschers. En weer een poos later bereikt het zijpelen de oceaan, waar iedereen op de hoogte is van wat er speelt of speelde ooit. Vaak is er dan al een demping van opwinding en leeuwte in opstandigheid gaande, waardoor het hilarisch genoeg nogal kalmpjes als feit wordt gevonden, benoemd en aanvaard. Het is ook verwant aan de gewoonte dat overwinnaars aan geschiedschrijving doen en de verliezers komen er niet in voor met hun verhaal. De doofpot is favoriet bij diegenen die veel op hun geweten hebben en dat ook weten. Is het niet? Hier zijn een aantal artikelen, grondrechten uit de Nederlandse grondwet. Hoofdstuk 1. Artikel 10. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Artikel 11. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Artikel 20. Nummer 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Punt 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. Punt 3. Nederlanders hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswegen. Artikel 21. De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Artikel 22. De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. Zoals ik het zie, regelt het leven zelf wel dat boontje om zijn loontje komt. Dat is echter niet alles wat er te zeggen valt over het schouwtoneel in ons wereldtheater. Er is sprake van en in menige ontwikkeling en daar wordt soms gebruik van gemaakt om programmaboekjes te schrijven
voor de theaterbezoeker. Zoek vooral zelf naar de feiten. Kijk het na bij de websites van NASA en Space Weather. Er is een opwarming gaande. Er is verandering van klimaat op planeet Aarde. En op andere planeten in ons zonnestelsel. De zon is in verandering. Die cyclische veranderingen zijn er altijd geweest en zullen altijd voort blijven gaan. Jezelf informeren over de grotere verbanden is niet alleen behulpzaam om je eigen plek in het leven te kunnen bepalen, maar het is tevens een mogelijkheid om in vrijheid van eigen denken een bewuste en wel ingelichte keuze te maken. Een keuze die tevens bijgesteld kan worden, elk moment. Als je vertrekpunt niet helder is, kan je eindbestemming dat ook niet zijn. Alleen als je de ingrediënten van je eigen staat van zijn kent en onder ogen durft te zien, zit er een opruiming bij ingepakt die je de kans geeft op schoon schip maken. Afrekenen met het verleden of het heden. En een nieuwe toekomst in te stappen. Met een fris hoofd. Want als het zo niet werkt of zo niet werkt, dan is er nog een mogelijkheid om helemaal te stoppen met uitfiguren. Of om opnieuw te kijken naar wat er is en iets heel anders te kiezen. Bewust een keuze maken en daar verantwoordelijk voor zijn door te observeren wat het gevolg ervan is, niet omdat een externe autoriteit dat beslist, maar jijzelf, geeft je de kans om in beweging te blijven en schepper te zijn van eigen werkelijkheid en leefomstandigheden. Dat vermogen krijgen we over het algemeen niet met de paplepel ingegoten, is het wel? Die vrijheid is er altijd, ongeacht omstandigheden, zolang we het vermogen van observatie wakker houden, met compassie voor onszelf in de staart en compassie voor de wereld om ons heen. Voor anderen, zelfs voor organisaties die het wellicht niet goed voor hebben voor onszelf. Dat is een flinke uitdaging trouwens. Is het niet zo dat niemand zijn gezicht wil verliezen en doen alsof hij zij ziet wat er niet is? Het lijkt erop dat wanneer een bepaald aantal van onze wereldbevolking zich bij de schijn van de werkelijkheid voegt, dat deze op een vreemde manier bewaarheid wordt en als een profetie zichzelf vervult. Een gedeelde Fata Morgana? Hoe lang bestaan we als mensheid eigenlijk in zo'n Fata Morgana? Dat gaat nog wel heel diep. Goed, voor elke levenswijze, huidskleur en overtuiging, waar dan ook op planeet Aarde, zowel binnenshuis als in de grote wereld daarbuiten, geloof ik in dit spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Maar dan moeten we wel de moed vinden om onze waarheid uit te spreken en te leven, meen ik. Ieder van ons ziet wat we verwachten te zien. Een eeuwigdurende self-fulfilling prophecy, die is als een Gordiaanse knoop, wachtend op een zwaard dat het in tweeën klieft. Dank voor het luisteren naar wat mijn waarheid is tot nu toe. Die is misschien anders dan de jouwe. Als we dat kunnen toelaten, diversiteit van mening, dan komt er rust in de tent. Voorlopig is het flinke herrie daar, gekrakeel van je welste. Ik wens je een goede gezondheid met de wind in de rug tijdens je zelfgekozen levenswandel.